Vanaf 1 uur vanmiddag konden ouders voor het eerst gebruik maken van de website waarmee ze hun kinderen kunnen inschrijven voor de Nederlandstalige scholen in Brussel. Het systeem moet voorkomen dat mensen dagenlang voor de schoolpoort moeten kamperen. Collega Luc Pauwels stelde vast dat het niet makkelijk was om op de website te raken. De hele namiddag probeerde Anne Delft haar dochter in te schrijven voor volgend schooljaar op een nieuwe Brusselse middelbare school. En dat via de nagelnieuwe website www.inschrijveninbrussel.be. Maar dat ging allesbehalve makkelijk. Ik ben om, denk ik, 5 over 1, 10 over 1, rond die tijd op internet gegaan. En ik heb daar de hele namiddag mee zoek gemaakt. En dat lukt niet. En blijkbaar was ze lang niet de enige die problemen ondervond. Mijn man zit op het werk, heeft daar ook een paar keer geprobeerd, dat werkte niet. Ik heb een aantal kennissen gebeld en het is blijkbaar een loterij. Sommige mensen geraken er na heel lang proberen in, anderen zijn er nog steeds niet in geraakt. Dat hebben wij ook maar na een tijdje gemerkt door de klachten die binnenkwamen. En twee, daar zijn ook nog andere problemen geweest van het terugschakelen, de bepaalde knoppen die niet echt hun werk deden, dat we niet voorzien hadden. De ontwikkelaars geven dus toe dat er problemen zijn. En ook met de telefonische hulplijn liep het fout. Sorry, maar de voicemail is vol en kan geen berichten meer aanvaarden. Door de massale toestroom zijn er heel wat telefoontjes gebeurd, waardoor dat ook de helpdesk overbelast geraakt is. En we hebben heel wat mailtjes binnengekregen. Wij zullen op die vragen beantwoorden tegen het einde van de week. Ouders met kinderen voor de lagere school wordt intussen gevraagd zich pas over een paar dagen aan te melden op de website. Want bij de middelbare scholen is de volgorde van aanmelden beslissend, bij lagere scholen niet. Inschrijven via de website kan trouwens nog tot 31 januari.